Mijn eerste stoet was met mijn papa daarbij. En toen was ik 5 jaar. De stoet Ajoanewerp en Vaujanettenstoet, ook wel eens carnaval genoemd, leeft in Aalst. Zeker ook bij jongeren. Carnaval is alles voor mij, ik leef daar naartoe. Voor mij is het een hobby en ik hoop dat het ook een hobby zal blijven. Na carnaval wil ik zo snel mogelijk het gewone leven terug opvallen. Want als carnaval wegvalt, wil ik ook nog altijd kunnen leven. En niet kunnen zeggen, oh, geen carnaval meer, geen leven. Zo ben ik niet. Voor de ene is carnaval een hobby, voor de ander is het zijn leven. Maar toch beleven deze jongeren carnaval eigenlijk op dezelfde manier. Voor mij is carnaval een feest van 3 dagen. Maar het naartoe leven naar carnaval is ook een carnaval al voor mij. Carnaval is in zijn geheel bestoet voor mij al. U amuseren vooral en zoveel vele dingen dat er nog bij zijn. Dag en nacht werken aan een praalwagen bijvoorbeeld is dan ook niet te veel. Meestal werken wij tot 1 uur of 2. En dan drinken wij nog iets in de kantine. Dat vind ik ook belangrijk. Daar wordt er wel gezeverd en gestoefd zelf ook over de wagen tegenover andere groepen. En dat houdt het wel carnavalistisch. Voor mij is er geen ene concurrent. Dat is gewoon het vlak. Onze groep is onze groep. Daar moet je kunnen amuseren. De andere groepen, dat zijn kameraden. Carnaval wordt door velen wel al eens gezien als één groot drinkfestijn. Maar dat is buiten onze carnavalisten gerekend. Eerlijk gezegd drink ik zelf niet. Ik zal af en toe wel iets durven drinken, maar zoals bier, dat lust ik niet. Je moet dat zelf meemaken om carnaval te hebben. En dat is gewoon puur je amuseren. Dat drinken, dat zit daar soms bij. Maar voor mij is dat iets anders. Voor mij is dat daar naartoe leven. Gewoon kijken wat er gebeurt. En carnaval is een groot feest. Niet alleen drinken, maar feesten en kameraden. Allemaal kameraden met mij.